Hallo, welkom iedereen in een nieuwe video. En vandaag wil ik weer iets vertellen over mijn tweelingvlam-ervaringen. Niet alleen van mijn eigen proces en tweelingvlam-reis, maar ook wat ik merk bij klanten. Want een van de belangrijkste vragen, of de vragen die het meest voorbij komt, zeker in het begin, is de vraag van: is X mijn tweelingvlam? En dat is eigenlijk een tricky vraag, want als ik daarop ga gaan channelen, bijvoorbeeld een informatie gaat gaan vragen, en dat is hetgeen wat ook de klanten meestal merken als ze zelf die vraag aan hen stellen, dat ze daar niet altijd een heel eenduidig antwoord in krijgen. En de reden daarvoor is dat je eigenlijk leert vertrouwen op je eigen emoties. En dat is ook eigenlijk die vraag en het niet verkrijgen van een duidelijk antwoord, heeft ook te maken met het feit dat je mag leren om meer en meer te vertrouwen op je eigen intuïtie en je gevoelens en je emoties. Nu, dat maakt ook dat eigenlijk dus niemand voor jou 100% kan bevestigen of dat die persoon of die persoon of die persoon jouw tweelingvlam is. Nu, wat heb ik wel geleerd? Zoals ik zei, is eigenlijk het volgen van je eigen emoties veel belangrijker en het volgen van je eigen intuïtie veel belangrijker dan wat dat je als bevestiging krijgt of ontvangt in de 3D in de realiteit. Want, zoals ik in vorige video's ook verteld heb, is het leren vertrouwen op die 5D-connectie en het leren en het verder ontwikkelen van die telepathische communicatie met je tweelingvlam eigenlijk de eerste of een van de eerste zaken waar je aan werkt in een tweelingvlamconnectie. En dan pas later gaat die communicatie zich ook verder gaan ontwikkelen in de 3D, in de realiteit, waarin je dus een open en eerlijke communicatie ook hebt via berichten, via telefoon, via gewoon fysiek één op één. Dus niemand kan het voor jou bevestigen, enkel het volgen van je eigen emoties en van je eigen leiding, je eigen intuïtie is ook belangrijk. Daarom heb ik eigenlijk tot nu toe nog niet veel dingen gedeeld over mijn eigen tweelingvlam verhaal, omdat elk tweelingvlam proces en elke tweelingvlam reis zo verschillend is. Oké, er is een rode draad die er doorheen loopt en er zijn een aantal gemeenschappelijke zaken. Maar de manier waarop je het aanpakt is eigenlijk voor iedereen anders. Waarom? Omdat die net verbonden is met je eigen individuele groei en je eigen ontwikkeling. Dus het is afhankelijk van de wonden die je hebt, van de zaken die je te leren hebt, de lessen die je als ziel wil leren en dus de zaken die je eigenlijk mag gaan genezen, mag gaan healen. Daar heeft het heel vaak mee te maken. Nu, net daarom, wat kan je dan gaan doen om te gaan weten of dat iemand, specifiek persoon, waarvan je intuïtief aanvoelt van dit is, ik kan misschien inderdaad wel mijn tweelingvlam zijn. Dat is eigenlijk ervoor zorgen dat je nog meer in alles wat je doet, op elk vlak in je leven, eigenlijk jouw authentieke zelf wordt. Dat je authentieke emoties deelt. Dat je jou niet langer anders gaat gaan voordoen dan dat je eigenlijk werkelijk bent. Want jouw meest authentieke zelf werkt als een magneet voor jouw tweelingvlam. Het is wel zo, hoe meer je in je kracht staat en hoe meer je je vrouwelijke energie of je mannelijke energie gaat gaan belichamen, hoe aantrekkelijker dat je ook wordt voor anderen. Maar dat betekent daarom niet dat die anderen allemaal jouw tweelingvlammen zijn. Zeker niet. En je zal merken, wanneer je de connectie dan aangaat en echt in die verbinding gaat met anderen, want iedereen die op je pad komt, geeft een reden. En zeker als je een bepaalde aantrekking naar die persoon toevoelt, dan is dat ook omdat die persoon jou nog iets te leren hebt. Of omdat jij nog iets te leren hebt dan die andere persoon. Dus ook daar, zie het grotere geheel en zie welke lessen dat er daarin te leren zijn. Dus en hoe meer dat je jouw bagage van wonden, van oude overtuigingen van je aflegt, hoe meer je gaat merken dat jouw ware, dus je echte tweelingvlam, nog meer naar je toe komt. En dat is ook het punt wat die eigenlijk noodzakelijk is, waarbij je dan niet meer dit rennen en het najagen, dus runner chaser, fase niet meer hebt, omdat je niet langer iemand gaat gaan najagen. Je onthecht eigenlijk en je koppelt los van wie dat je tweelingvlam is. Dus je koppelt daar geen naam meer op, je koppelt daar geen persoon meer op. Je komt eigenlijk tot op een punt in je fase waarin dat oké is,
waarin dat je eigenlijk kiest voor de relatie, voor de connectie, voor het gevoel dat het jou brengt, dus voor die onvoorwaardelijke liefde. Dus daaraan gekoppeld is belangrijk om van jezelf te gaan houden en eigenlijk je beste leven al te gaan leven zonder dat er al iemand naast je loopt, zonder dat er al iemand samen met jou iets doet, zonder dat je wacht om beslissingen te nemen voordat je iets meer weet over die persoon. Dus je neemt eigenlijk telkens keuzes die goed zijn voor jou, want als die connectie een voorbestemde connectie is, dan kan je daar ook geen timing op zetten. Wat ik ook vraag, wat ik hoor dat ik nu ook mag delen, is dat het ook heel belangrijk is om alle angsten aan te kijken. Dat is ook de reden waarom ik een krop in mijn keel krijg, want het is verbonden met angst, het loslaten van angsten. Dus dat je eigenlijk alle angsten die verbonden zijn aan tijdskaders, aan je zelfwaarde, aan het niet wel en alleen achterbleven, dat al die angsten heelt. Kijk zeker ook eens naar de video, de video's rond de zielslessen, want daar ga je ook heel veel kunnen leren over zaken waar je zeker tegenaan gaat lopen in doorheen je tweelingvlam race. Dus kijk daar ook zeker eens naar. Dat staat geen timing op iets waar je eigenlijk van weet dat die voorbestemd is. Dus dan maakt het ook niet uit of dat die persoon X of die persoon Y jouw tweelingvlam is. Hoe meer dat je kiest voor jezelf en hoe meer dat je keuzes maakt voor jezelf, hoe duidelijker dat zal worden wie dat jouw echte tweelingvlam is en wie dat inderdaad een soulmate is of gewoon iemand die op je pad komt om bepaalde zaken duidelijker te gaan worden. Want dat is ook iets wat ik zelf ervaren heb, wij beiden, zowel ik als mijn tweelingvlam, terwijl dat wij eind en onze connectie waren, zijn er andere partners op ons pad gekomen die ons eigenlijk geholpen hebben om een bepaald thema, en in dit geval was dat ook rond seksualiteit, om dat open te trekken en om ook daar de communicatie over aan te gaan. Dus schuw geen andere contacten. En laat het gewoon allemaal natuurlijk ontstaan. Mensen die op je pad komen, daar is een reden voor. En door net ook daar weer naar het hogere geheel te gaan kijken en zelf te gaan vragen van oké, wat wordt er mij getoond, welke les heb ik hier te leren, dan ga je dat ook gewoon veel gemakkelijker kunnen die lessen leren. Maar op het moment dat je de les geleerd hebt, ga je merken dat die aantrekking verdwijnt en dat je dan ook kan vragen aan je lichtteam om de mensen die niet meer voor je hoogste goed zijn of die eigenlijk geen plaats meer hebben in je leven, gaan die ook op een natuurlijke manier uit je leven weer gaan, net zoals dat ze op een natuurlijke manier in je leven gekomen zijn. Een ander stuk wat dat belangrijk is om te onthouden, is dat je geen voorwaarden zet op een onvoorwaardelijke liefde. Tussen tweelingvlammen is er altijd onvoorwaardelijke liefde. Ongeacht wat het ego zegt, of ongeacht wat er de andere persoon in 3D zegt, in de kern tussen twee zielen is er altijd die onvoorwaardelijke liefde. Dus kijk dan ook waar dat jij nog probeert voorwaarden op te zetten. Bijvoorbeeld een van de voorwaarden of die oude overtuiging die ik een hele tijd meegesleurd had, was van dat mijn tweelingvlam maar pas volledig aanwezig en verbonden was aan de connectie op het moment dat ik hem elke dag hoorde via een fysiek bericht. Ik heb daar trouwens denk ik ook een video over gemaakt, dus moet je zeker eens kijken of scrollen als je daar meer wil over weten. Maar ook dat zijn bijvoorbeeld voorwaarden die ervoor zorgen dat je eigenlijk meer problemen creëert, waardoor er eigenlijk geen problemen zijn. Dus door dat aan te kijken en te gaan kijken van oké, welke voorwaarden heb ik, welke verwachtingen heb ik, welke overtuigingen heb ik, hoe denk ik over relaties en klopt dat wel nog bij wie dat ik authentiek ben. Want heel veel zaken hebben we gewoon overgenomen van ouders, van familie, van dingen die in de maatschappij leven. Maar daarom hoeft dat niet te zijn wie dat wij zijn, wie dat wij authentiek zijn. Dus ga daarmee aan de slag, kijk dat aan, houd dat voor de spiegel en kijk dan van oké, werd dat nu voor mijn connectie, werd dat voor mezelf? Of kunnen we dat op een andere manier gaan vormgeven? Zelf heb ik eigenlijk door mijn ganse leven altijd het gevoel gehad dat ik iets miste. En dat stuk was voor mij eigenlijk de grootste bevestiging in de 3D. Eigenlijk is dat niet in de 3D, want het gaat over mijn eigen gevoel en mijn eigen emoties. Maar waar ik een verschuiving in merkte, dat het moment dat ik eigenlijk dat op dat gevoel van ik miste iets,
dat daar een naam en een gezicht of een persoon aan gekoppeld werd. En dus de bevestiging kwam van, inderdaad, het klopt dat er nog iets anders hier rondloopt. Hier iets die voorbestemd is, iets groters, iets hogers dan wat ik op dat moment had. Dan ben ik eigenlijk gestopt met dat gevoel te ervaren van gemis. En dat was voor mij eigenlijk ook de bevestiging dat die persoon inderdaad ook mijn tweelingvlam was. En dat dat inderdaad het klopte. Mijn ziel was eigenlijk overal en altijd op zoek. Maar ik wist niet naar wat dat ik op zoek was of naar wat mijn ziel op zoek was. En op het moment dat die connectie en die verbinding geactiveerd werd, dan is dat gevoel van iets missen eigenlijk volledig weggegaan. En ook, en dat is misschien interessant om voor jezelf ook eens over te gaan voelen, van sinds ik tiener was, heb ik heel veel boodschappen en signalen gekregen die mij geweest hebben of duidelijk of gericht hebben naar een liefde, een connectie die hoger en dieper was dan hetgeen wat ik gewoon zag in mijn omgeving. Dus ik wist dat een dergelijke diepe liefde, dat dat bestond en dat dat mogelijk was. Dus kijk eens van welke verschillende signalen zijn er doorheen je volledige leven er eigenlijk geweest als bewijs dat jij eerst in eerste instantie dat jij een tweelingvlam bent en dat er in dat de bedoeling is dat jij in dit leven samenkomt met jouw tweelingvlam. Dus is X of Y jouw tweelingvlam? Daar is jouw weg om het antwoord te vinden. Zo, dat was het en ik zie je in de volgende. Dag!